reumatisch. Derde dag van de stage ondertussen. Ja. Hoe heb jij het allemaal wat beleefd tot nu toe? Goed verteerd, denk ik. We hebben nog niet vandaag dat wel een zware sessie gehad, maar de voorbije twee dagen viel het goed mee. Het was gisteren ook heel warm, dus hebben we bewust gekozen om 's morgens te trainen en 's middags in de gym. En vandaag was een iets langere sessie die toch wel voelde in de benen. Hoe voel je dat de groep zich vormt een beetje? Wat is jouw gevoel daarbij? Heel goed. Ik had een heel goed gevoel na de wedstrijd tegen Westerlo. Toen hadden we een hele goede indruk nagelaten, denk ik. Qua spelstijl en ook qua resultaat natuurlijk. Dus je voelt wel dat de groep meer en meer op elkaar ingespeeld geraakt en dat we elkaar beter aanvoelen, om het zo te zeggen. Dus positief. Heb je het gevoel dat de groep van buitenaf veel druk opgelegd krijgt, of valt dat eigenlijk heel goed mee? Veel druk. Het voetbal heb je altijd druk. Dus en ik denk dat de Beerschot supporters verwachten dat we toch zeker bovenin gaan meedraaien of toch meedoen voor terug te promoveren. Wat ook de doelstelling is, laat ons duidelijk zijn. Dus druk. Er is altijd druk. En het is hoe je er zelf mee om kan gaan. En ik denk dat we doorheen het seizoen gaan zien hoe goed de groep daarmee kan omgaan. Je hebt ondertussen ring 3 oefenwedstrijden gespeeld achter de rug. Ja. Wat vind je van de progressie? Wel, wat ik daarnet al zei, in het begin natuurlijk speel je 45 minuten of een helft, dus het is moeilijk, of 60 minuten wil ik zeggen, dus het is moeilijk om eigenlijk een beeld te vormen. Maar tegen Westerlo hebben we echt wel 90 minuten met hetzelfde team kunnen spelen. En dan zie je wel dat de principes goed worden nageleefd en dat we een mooi resultaat kunnen neerzetten tegen toch wel een eerste klasser. Dus. Tegen Westerlo naast Jan van den Berg gespeeld. Ja. Hoe werkt die connectie? Ja, ik vind het heel goed. Ik vind Jan ook een hele goede voetballer, ook een hele goede opbouwer. Dus we verstaan elkaar ook in het veld. Dus dat is een hele goede surplus. En ik denk dat onze samenwerking dan links. Marco ken ik ook vrij goed. Voorlopig heb ik alleen maar met Marco links gespeeld van de nationale teams nog vroeger. Dus die connectie is er wel links. En ik heb een goede samenwerking met beide, dus het zit wel goed daar, denk ik. Wat zijn de grootste werkpunten nog, volgens jou? Ik denk dan in balverlies dat de pressing, wat de coach graag wil, dat die op punt moet zijn en dat iedereen zijn taak daarin perfect herkent. En dan zeg ik dat er, naar mijn gevoel, weinig teams daar zouden kunnen onderuit spelen. Dat zal natuurlijk wel altijd een keer gebeuren. Maar ik denk als iedereen weet wat perfect van hem verwacht wordt, dat die pressing wel een zeer goed wapen van ons kan worden. Dat is natuurlijk iets waar hij als verdediger vaak anders naar kijkt dan als aanvaller. Ja. Je moet sowieso verdedigen, dus ik denk dat het makkelijker is om vooruit te verdedigen. Ja, zeker weten, ja. Is dat jou ook aansprak op het moment dat je hier tekende? Jazeker, ik heb een goed gesprek gehad met de coach daarover, twee maal zelf. Eén keer via video en één keer via face-to-face, zeg maar. En inderdaad, toen hij mij uitlegde wat de bedoeling was, dan kan ik mij zeker vinden in de speelstijl die hij wil spelen. Dus daarom dat ik ook in het verhaal Beerschot ben gestapt. Hoe passen jouw kwaliteiten als voetballer in dat systeem, denk je? Ik ben een hele goede opbouwer van nature. Dat vond de coach ook belangrijk. Om in de opbouw heel belangrijk te zijn en het naar voren spelen. De aanvallen op gang brengen. En ook inderdaad naar voren verdedigen en eigenlijk het voorchecken, hoe dat ze het ook noemen in voetbaltermen, te doen op het veld. En uiteindelijk als je de bal hoger op het veld verovert, is het makkelijker om een doelpunt te maken natuurlijk. Dus. We gaan een beetje vooruitblikken op wat er nog staat te komen. Nu de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam, nog op stage. Wat verwacht je daarvan?
Ja, ik hoop dat we de prestatie van tegen Westerlo kunnen doortrekken. Het zou heel mooi zijn voor het vertrouwen ook van ons. Ik ken Sparta een beetje qua spelstijl, dus ik denk dat zij een beetje hetzelfde spelen. Ja, niet eigenlijk helemaal hetzelfde, maar meer uit de counter. Dus het is voor ons ook weer een mooie uitdaging om ons systeem erop uit te proberen, zeg maar. Dus nee, ik kijk er wel naar uit. De wedstrijd erna, die niet tegen Heist hebt, we gaan ze niet allebei spelen, maar de wedstrijd daarna tegen Eindhoven, ja. Die je kent. Ken ik, ja. Zal voor de eerste keer in het stadion zijn, voor de eerste keer ook met supporters in het stadion, ja. Jou denk ik. Ja. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik kijk er heel hard naar uit om die wedstrijd te spelen. Het is eerst kennismaking met het publiek en een ploeg dat ik nog bijgespeeld heb, waar ik tegen gespeeld heb. Dus ik ken het tegenstander vrij goed. Dus, maar ik ben vooral benieuwd naar supporters, de sfeer rond het stadion, de sfeer in het stadion. Daar kijk ik wel naar uit hoe die zal zijn. Dus nee, ik kijk naar uit naar die wedstrijd sowieso. Dat zal waarschijnlijk samen met Sparta Rotterdam de grootste test zijn die nog komt. Ja. Voor de competitie begint. Gaan we dan volgens jou een volledig beeld hebben van hoe Beerschot gaat spelen op 13 augustus? Ja, ik denk wel dat de bedoeling is van de coach om dan een beetje op een vandaag toch wel de grote lijnen van wat zijn bedoeling is dit seizoen te etaleren, om het zo te zeggen. Dus ik denk inderdaad dat we dan wel een Beerschot zullen zien. Of een ploeg zullen zien die die principes hanteert die de coach graag wil zien. En welk voetbal we dit seizoen op de mat gaan proberen leggen. Ja. Oké, dan rest er mij nog één ding en dat is u heel veel succes wensen voor het komende seizoen. Dank u wel, dank u wel.